Ik heb hier voor zo'n een prachtige sling. Die gebruik ik als weightsling en als bewaarzak. Met een mooi tasje eromheen. Waardoor je makkelijk meeneemt naar de waterkant en weer mee naar huis toe. Het is een ruime sling. Die zorgt ervoor dat je voldoende ruimte hebt voor de vis. En dat is natuurlijk wat je wil. Hij is voorzien van stevige handvaten. Dat zijn deze vier. Dan kan je makkelijk in en uit de vaten halen. Daarnaast is hij voorzien van dit mooie koordje. Hij heeft er twee zelfs. Met een flotertje eraan en een schroefdraadje. Deze doe je in je bankstek. Zet je hem in de grond, zorg je ervoor dat hij nooit ver weg zal drijven. Dat je hem altijd in handbereik hebt. Daarnaast is de zak voorzien van twee ringen. Die zorgen ervoor dat je altijd je weegklok eraan vast kan maken. Dan kun je je vis even wegen. Floaters zitten ook verwerkt in het lange deel van de sling. Hij is voorzien van een dubbele rits. Die zit aan deze kant. En ja, kortom een hele mooie bewaarzak. Lekker ruim. Hij heeft zelfs nog twee stokjes erin zitten. Die kan je even vastzetten wanneer je de vis in het water brengt. Hiermee zorg je ervoor dat de vis altijd voldoende ruimte heeft in de bewaarzak. Dat er goed zuurstof in de zak komt. En dat hij nooit zal beschadigen omdat hij klem zit. Ja, het is gewoon een hele goede zak. Let er wel altijd eventjes op dat je hem niet met het hele warme weer in de nacht naast de waterplanten legt. Want juist midden in de nacht gaan waterplanten in de zomer zuurstof gebruiken. En dan wordt het nog zuurstofarmer in je zak en dat wil je niet. Succes ermee!